aan de telefoon de heer Paul De Haan, gewezen directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Meneer De Haan, welkom in de uitzending bij de News Talk Show Bakkana Buskopu. Dank u vriendelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer De Haan, u bent nu in Nederland, klopt dat? Dat klopt inderdaad. U hebt een, ik zou bijna zeggen in luchtvaarttermen, een turbulente periode achter de rug bij de SLM. Hoe? Het was niet alleen de afgelopen week natuurlijk, maar het is natuurlijk een turbulente periode in het algemeen geweest. Sinds mijn aanstelling is het turbulent geweest. Het bedrijf in problemen. En dan op deze manier vertrekken. Ja, dat is vaststellen dat het zeer turbulent was. Om bij het begin te beginnen, meneer Daan, wanneer bent u voor het eerst gestart bij de SLM? Ik ben in maart. Vorig jaar ben ik gestart bij SLM. Maart 2021. In deze functie en daarvoor maakte ik onderdeel uit van het interim management team. Een heleboel mensen weten dat natuurlijk niet, maar hoe bent u bij de SLM terechtgekomen? Ik ben gevraagd door iemand en toen heb ik een presentatie gehouden op het presidentieel paleis. Dat was in november voor mijn aanstelling. En daarop volgend zijn er een paar gesprekken geweest met de president-commissaris, met enkele directieleden. Uiteindelijk met de gehele RVC heb ik gesproken. En toen is mijn aanstelling na contractonderhandelingen tot stand gekomen en ben ik maart vorig jaar ben ik begonnen. Maar er is geen sprake geweest van een sollicitatieronde dat er meerdere kandidaten waren? Voor zover ik weet was er nog een andere kandidaat. Voor zover ik weet waren er twee kandidaten. Maar dat is een vraag die kunt u beter aan de RVC stellen. Ik heb alleen vernomen, ik weet ook wie die andere kandidaat was. Maar ik denk dat u die vraag beter aan de RVC kunt stellen. Ik vind het niet netjes om erover te spreken. Oké, maar over uw entree bij de SLM circuleren ook via social media allerlei verhalen dat u gevraagd zou zijn door een zeker meneer Bundi of door de ambassadeur van Suriname in Nederland, de heer Kargi. Wat kunt u ons daarover zeggen? Het is natuurlijk Suriname en Nederland zijn nauw met elkaar verbonden. En je komt niet zomaar ergens boven water drijven, dus de namen, die andere namen ook. Je komt uit een bepaald circuit, ik zit in de luchtvaart, ik ken daar wat mensen. En de namen die u noemt, ja, daar heb ik absoluut wel van gehoord. Ik heb van meneer Bundi heb ik gehoord, van ambassadeur heb ik gehoord. Maar er zijn vele personen betrokken geweest bij mijn werving en selectie, zo u kunt stellen. Maar kunt u zeggen van één persoon dat die de aanzet heeft gegeven of de doorslag heeft gegeven dat u in de besluitvorming in Suriname bent doorgekomen? Nee, dat zijn veel mensen geweest, want ik heb gesprekken gehad met diverse ministers, met de RVC, met mensen in de directie en ook met de president en de vicepresident. Dus dat is niet één persoon geweest die daar een rol heeft gespeeld. Ik heb wel vernomen op social media dat mensen nu zeggen dat het één persoon is geweest. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dat willen gaan zeggen. Moet iedereen ook doen. Maar laat ik met z'n allen vaststellen dat Suriname, ja. SLM, dat het ook niet werkt dat één persoon zegt, jij wordt het. Dus er zijn vele personen bij betrokken geweest. Meneer De Haan, wat was uw ambitie toen u bij de SLM begon? Mijn ambitie was om van een bedrijf dat was weggevallen van de nationale trots van Suriname, om daar toch met de mensen in het bedrijf, om het bedrijf, de RVC, de politicians, iedereen die betrokken was, om daar toch binnen afzienbare tijd weer een nationale trots van te maken. Er moesten een aantal harde maatregelen genomen worden. We hebben ook een aantal kunnen doorvoeren. Een herstelplan ontwikkeld. Het herstelplan is klaar, is al grotendeels in uitvoering. En de ambitie was om gewoon een gezond bedrijf te maken waar geld verdiend werd. Meneer De Haan, over dat herstelplan is er veel gezegd en geschreven. Legt u mij even uit, waarom werd er zo geheimzinnig gedaan over dat herstelplan? De SLM is toch een parastataal bedrijf, is eigenlijk een beetje eigendom van alle Surinamers. Maar zowel u als de president hebben continu geweigerd om openheid van zaken te geven over het herstelplan. Waarom is dat eigenlijk? Ik hoop dat u mij toestaat dat ik nog steeds, helemaal nu, ik heb geen functie meer. Dus ik kan ook inhoudelijk niets over het herstelplan vertellen. Dat zou niet juist zijn. Maar ik kan u wel vertellen waarom we dat zo geheimzinnig hebben gehouden. In het herstelplan staan een aantal rigoureuze maatregelen om herstel te bewerkstelligen. Als dat vroegtijdig naar buiten komt, dan zouden mensen daar kunnen denken, waar zijn ze mee bezig? Is het
juist. En die zouden dan zand in de motor kunnen gooien, waardoor het herstelplan vertraging oploopt of mislukt. En daarom hebben we er altijd voor gekozen. En dat is niet alleen onze keuze geweest, maar ook het dwingende advies van vele externe adviseurs om dat herstelplan onder embargo te houden. En dat is niet iets typisch van Suriname of iets typisch van SLM. Als we kijken naar andere herstelplannen die op een vergelijkbare wijze zijn uitgevoerd van Alitalia, Comair in Zuid-Afrika, AirAsia, bijna elke luchtvaartmaatschappij die een herstelplan doorgaat, dan zie je gewoon dat niemand het plan meteen op tafel legt. Want als het plan op tafel ligt, dan gaat iedereen zich ermee bemoeien, iedereen vindt er wat van. En ik denk dat we daar in Suriname wel wat van kunnen leren. Dat als er een plan op tafel komt, ik heb het in een eerder interview ook gezegd, dan zijn er ineens 500.000 directeuren van SLM die het beter weten. Het plan dat is gemaakt, het plan dat gingen we uitvoeren. En we hebben ervoor gekozen om dat onder embargo te houden. Eerst een heel klein groepje en het groepje werd steeds groter. Net waar het nodig was, kwamen er steeds meer mensen erbij. Er kwamen op overheidsniveau kwamen er mensen bij, in het bedrijf kwamen er mensen bij, ook buiten het bedrijf werden steeds meer partijen bij betrokken. En dat was juist de zorgvuldige afweging die gemaakt is om het herstelplan zorgvuldig uit te voeren. Maar ik heb ook met de vakbond gesproken en een van de kritiekpunten van de vakbond was dat ook zij geen inzage hadden in het herstelplan. Als we kijken naar het Nederlands model, geen enkel bedrijf, zeker geen groot bedrijf in Nederland, wordt geherstructureerd zonder dat de vakbond erbij komt. Ja, dat kunnen we in Suriname toch ook niet maken om de vakbond buiten te sluiten? Maar u stelt dat de vakbond buitengesloten is, maar misschien dat we de vraag moeten stellen, moet de vakbond inzage en inspraak hebben in het hele plan of alleen bij vakbonds gerelateerde zaken, zoals werkgelegenheid, contracten, het organisatiehuis, hoe ziet het organogram eruit, heet iemand een onderdirecteur of een directeur, dat zijn vakbondszaken. En hoe vliegtuig er gekozen wordt, welke routes er geplogen gaan worden, dat vind ik geen vakbondsaangelegenheid en daarom hebben we ervoor gekozen om dat ook niet met de vakbonden te delen. Maar die zaken die op de vakbond betrekking hadden, zijn zij daarover wel geïnformeerd? Jazeker, we hebben daar met Roy Reiger hebben daar infosessies over gehad. Over hoe we daarmee om moeten gaan, hoe dat eruit moet gaan. En daar zijn ze continu bij betrokken geweest. En natuurlijk niet bij het ontwikkelen van het plan. En je moet het plan ook meer zien als eigenlijk een leidraad. Het is een masterplan, hoe gaan we het bedrijf gezond maken. En daar komen steeds meer subprojecten komen eronder te hangen. Waaronder hoe gaan we het functiehuis inrichten. Daar is de vakbond wel degelijk bij betrokken. Ik stel die vraag omdat een heleboel mensen twijfels hebben of dat herstelplan überhaupt bestaat. Uit uw woorden moet ik begrijpen dat het dus bestaat. Hoeveel pagina's is het ongeveer? Met alles erbij. Bijlages 100, 150. En dan komen er allemaal subplannen komen eronder te hangen. Bijvoorbeeld ik zou geen eens weten hoeveel bladzijden of pagina's dat plan is. Maar het functiehuis, dat is ook al tientallen pagina's. Dus u heeft het over een lijvig document, laten we het zo zeggen. De president heeft onlangs in het parlement gezegd dat 80% van het herstelplan al gerealiseerd is. Klopt dat? Ja, dat, ik denk dat de president dat aardig verwoord heeft. Dat 80% is al gerealiseerd. En dan moet u denken, we hebben alles op de achtergrond klaargezet. Dat heeft ook op social media gestaan. We hebben bedrijven opgericht die in een holdingstructuur passen. En dat is allemaal uitvoering van het herstelplan geweest. En de laatste 20% is implementeren en gezond maken en een gezonde luchtvaartmaatschappij neerzetten. Nu zijn er dus op social media ook allerlei zaken bekend geworden over aankoop van panden in Rotterdam. En nu hoor ik ook iets over een verkoop van het pand van de SLM aan de Sofie Redmondstraat in Paramaribo. U begreep dat door het feit dat er heel weinig inhoudelijk met de samenleving gedeeld wordt, dat er ruimte ontstaat voor speculaties. Als u terugkijkt, vindt u het achteraf verstandig dat de informatieverstrekking naar de samenleving zo beknopt is geweest? Nou, ik vind het niet aan een luchtvaartmaatschappij om aan de samenleving kenbaar te maken dat er een pand in Rotterdam verkocht wordt. Dat pand in Rotterdam dat stond leeg, dat werd niet gebruikt. Dat was ook niet langer noodzakelijk. We hebben de pand laten taxeren en er zijn meerdere biedingen op geweest. En er zijn er ook meerdere taxaties geweest. En dat pand is conform taxatie aan de hoogste bieder verkocht. En dat is gewoon een commercieel proces geweest. En dat biedingsproces dat stond voor iedereen open. Het is een gesloten bieding geweest. Iedereen kon en mocht meedoen. Dus als er een bieder is die een hoog bod neerlegt en die heeft het gekregen, dan heeft hij gewoon een heel goed bod neergelegd. En dat is conform de wet en regelgeving zoals die in Nederland is, is dat gewoon gegaan. En ik snap dat er speculatie is om wie het gekocht heeft, waarom het gekocht is. Maar het is gewoon de hoogste bieding geweest. En laat het dan toevallig iemand zijn die
pand heel graag wilde hebben. En het is een taxatierapport geweest en daar is gewoon niks mis mee. En hetzelfde is het geval met de Sophie Redmondstraat. Het pand is getaxeerd en het pand is conform taxatierapport verkocht. Maar geruchten doen de ronde dat het pand in Rotterdam ver onder de taxatiewaarde verkocht is. Er wordt een bedrag genoemd van €250.000 en het zou op zijn minst 2 keer zoveel waard zijn. Wat weet u daarvan? Nou, ik heb iemand gezien die heeft een pand in hetzelfde gebouw als referentiekader aangevoerd. Dat is een woonhuis ingericht met een keuken erin en een badkamer waar mensen kunnen wonen. En die vergelijkt dat met een pand van SLM wat een winkelpand is. Wat een totaal andere categorie is. Dus het is niet met elkaar te vergelijken. En misschien goed om vast te stellen dat een taxatierapport in Nederland, dat is gebonden aan wet en regelgeving. Een taxateur kan niet zomaar te laag of te hoog taxeren. Er zijn criteria voor en taxatierapporten worden ook gecontroleerd en gekeurd. Dus om die discussie te stoppen, het pand is getaxeerd en het pand is op taxatiewaarde verkocht. Er circuleren rondom die aankoop van het pand ook diverse namen. Een van de namen die genoemd wordt is die van de heer Rob Boendi, die dus ook in onroerend goed bezig is en die dus een nauw contact zou hebben met de president. Zegt u hiermee dat er geen sprake is van bevoordeling van friends and families onder andere? Nou, wat ik zojuist had aangegeven, taxatierapporten en verkopen. Er is een taxatierapport geweest wat conform industry standard is. En het pand is een hoogste bieder verkocht. En als iemand daar een friends and family tussen weet te stoppen, dan zou ik dat heel knap vinden. Maar dat betekent dat de friends and family dan de hoogste bieder zijn. Dus als dat zo is, dan heeft de friends and family, die zou dan toevallig de hoogste bieder zijn. En dan dank ik de friends and family daarvoor dat ze een bijzonder goed bod hebben neergelegd. Als we even teruggaan naar uw werk in Suriname, meneer De Haan. Hoe was uw werkrelatie met de Raad van Commissarissen en met de heer Pranobo Bisister, wiens naam ook in opspraak is gekomen? Nu doet u twee partijen voegt u samen. Maar de relatie met de Raad van Commissaris was heel goed. We hebben goed samengewerkt. Ze hebben mij regelmatig vragen gesteld over zaken die de Raad van Commissarissen belangrijk vindt. De Raad van Commissarissen wenste geïnformeerd te worden. We hebben ze ook geïnformeerd over de gang van zaken in het bedrijf. Hoe het met de uitvoering gaat, wat er gebeurt met vlootkeuzes. De relatie was goed. Dus daar heb ik niks over te vermelden. En de heer Bisister, dat is ook gewoon een goede relatie geweest. En die is bij ons neergezet, adviseur van het kabinet van de president. Op die manier is hij bij ons het bedrijf binnengekomen. En uiteindelijk is daar een commerciële agreement mee afgesloten, omdat het toch conflicterend begon te geraken met andere werkzaamheden die hij aan het doen was. En we moesten wel de commitment hebben dat iemand daar meer tijd aan zou besteden. Maar die relatie, ik weet niet of dat uw vraag is, hoe de relatie is, hoe we hebben samengewerkt. Dat was een zeer prettige samenwerking met een herstelplan waar een juridisch chapter in zat die gedegen was. Dat was inderdaad ook de bedoeling van die vraag, maar in het vervolg hiervan, op een gegeven moment zijn er dus strubbelingen ontstaan in de RVC. Op een gegeven moment zijn er 2 leden afgehaakt. Ik dacht meneer Cairo en nog iemand. En vervolgens is er in het begin van het jaar is het vertrouwen in mevrouw Safira Yesrun door de rest van de RVC in haar opgezegd. Wat was daar de reden van? Ik denk dat u die vraag aan de verkeerde persoon stelt. Ik heb het staan met mevrouw Safira Yesrun niet opgezegd. Ik heb altijd het volste vertrouwen in haar gehad. Dus als u wilt weten waarom het vertrouwen is opgezegd, dan zult u toch echt de RVC moeten bellen. Nee, dat gaan we ook doen. Hebt u de uitlatingen van de heer Ruben Ravenberg gehoord, die dus ook lid van de Raad van Commissarissen is en die onlangs melding heeft gemaakt van het verhoor dat hij bij de politie heeft afgestaan en waarbij hij dus een aantal flinke beschuldigingen richting uw persoon heeft gedaan? Ja, dat heb ik gehoord en dat vind ik erg jammer, want meneer Ruben Ravenberg die is een heel kundig man, die veel, of in ieder geval vaak juiste vragen stelt. Maar nu zelf hij bijvoorbeeld dat wij een taxatiebedrijf hebben ingehuurd dat veel te duur was en dat er in Suriname ook zeer kundige taxateurs zijn. Om een bedrijf te herstructureren moet je niet een taxateur hebben die een pand taxeert, maar een valuator die dus een heel bedrijf kan valuaten. Mm. En die zijn er in Suriname niet. Dat bestaat gewoon niet. En meneer Ruben Ravenberg die heeft gemeend om te zeggen dat wij daar iemand bevoordeeld hebben en een hoge rekening hebben betaald, terwijl er ook zeer kundige mensen in Suriname zijn. Maar dat is dus, hij heeft niet alle informatie juist op een rij en de dingen te roepen die hij eigenlijk niet moet roepen.
Want die valuer die geweest is, die heeft ook de roerende zaken getaxeerd. Dus dan hebben we het over de karretjes en de pushback truck en de computers en de stoelen en de tafels en alles wat er in het bedrijf is. Hm. En die taxateurs, die zijn er in Suriname niet, die dat kunnen. En ook al was er zo'n taxateur in Suriname, onze financing instellingen die ons aan het helpen waren, of ik moet een beetje in de verleden tijd spreken, want ik ben natuurlijk niet meer betrokken, van de financiers die betrokken waren bij het herstelplan, maar die hebben bepaalde kwaliteitseisen gesteld aan die taxateurs, aan die valuators. En dat zijn twee partijen geweest, dat is een grote valuator en een grote taxateur die uit Nederland kwamen. En de reden dat die uit Nederland kwamen is omdat het voordeliger is om mensen uit Nederland naar Suriname te krijgen, dan bijvoorbeeld mensen uit Canada of uit de US. Maar dat is gewoon een functie die zeer gangbaar is. En het is ook noodzakelijk voor het herstelplan dat we aan het uitvoeren waren. Ik weet niet of u ook gehoord hebt dat meester Hugo Esset, gevestigd advocaat in Suriname, ook forse kritiek heeft geleverd op het aantrekken van de heer Pernobe Bisister tegen het bedrag, zijn honorarium dat genoemd is, en waarvoor hij, geloof ik, 17.000 euro per maand kreeg. Hij heeft onder andere gezegd dat meneer Bisister nauwelijks afgestudeerd was, nog niet ingeschreven was in Nederland bij de Orde van Advocaten, en dat hij niet over de expertise beschikt om zulke honoraria te vragen. Wat zegt u hierop? Nou, ik wil ten eerste vaststellen dat niet Pranob Bisister dat honorarium heeft gekregen. Mm-hmm. Het is zijn kantoor dat gekregen heeft en dat toevallig zijn naam draagt. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat er ook meerdere mensen vanuit zijn kantoor daar werkzaam zijn geweest aan de werkzaamheden. En het honorarium dat genoemd wordt, dat is voor een rikloch bedrag. Maar wereldwijd is dat een gangbaar bedrag en je zou het zelfs aan de lage kant kunnen noemen. En over de studie en de inschrijving, et cetera. Ja, die vraag kunt u beter aan Pranob Bisister zelf stellen. Ja, maar goed, de SLM gaat toch niet zomaar met iemand in zee. Die checkt de credentials van mensen toch na? Ja, maar ik heb een paar minuten geleden u al verteld hoe meneer Bisister bij ons is aangedragen. Hij is voorgedragen. Klopt het dat hij is voorgedragen door de First Lady? Nee, dat niet, absoluut niet door de First Lady. Misschien dat de First Lady Pranob aan de president heeft voorgedragen. Maar dat was begin dit jaar, begin januari. Toen kwam ik met mevrouw Xafira Yesserun op het kabinet van de president. En daar was Pranob ook. En ze hebben Pranob daar aan ons voorgedragen. Als u nu terugblikt. En dat was First Lady was daar niet bij hoor. Dat was de president en een aantal ministers waren daarbij aanwezig. Mm-hmm. En daar is door de aanwezig is Pranob aan ons voorgedragen. En je mag er toch vanuit gaan dat als het op dat niveau wordt voorgedragen, dat er op dat niveau ook wel de due diligence gedaan is. Maar je vindt niet dat de SLM dat zelf ook had moeten doen? Natuurlijk hebben we ook gekeken. Waar het uiteindelijk gaat is de kwaliteit van het werk. En dat is gewoon van goed niveau. Nu naar uw ontslag. Waarom hebt u eigenlijk uw ontslag ingediend, meneer Daan? Nou, dat heeft u waarschijnlijk ook in mijn statement kunnen lezen. Dat is een combinatie van een aantal redenen geweest. En waaronder de veiligheid van mijzelf en mijn gezin. Ik ben werkzaam bij een bedrijf, maar ik ben ook husband en ik ben ook vader. En ik heb ook daar een verplichting. En ik kon in mijn beleving kon ik de veiligheid van mijn gezin niet langer garanderen. En er zijn een aantal zaken gebeurd waar ik over niet liever niet verder zal uitwijken. Waardoor ik mijn veiligheid ernstig in het gedrang voelde komen. En daarom heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden. En dat is de enige reden. Maar u werd toch beveiligd? U had toch beveiliging? Nee, het Directoraat Nationale Veiligheid, daar heb ik gesprekken mee gehad. Die zijn ook bij mij thuis geweest. En dat is nu een paar weken geleden. En ik zou ergens de komende weken zou ik beveiligingen gaan verkrijgen. Er is een risicoanalyse gemaakt en het was nodig dat ik persoons- en objectbeveiliging zou krijgen. Omdat er toch wat aanwijzingen waren dat mijn veiligheid en die van mijn gezin direct in gevaar waren. Maar u hebt zelf geen bedreigingen ontvangen via de telefoon of anderszins? Ik heb zeer zeker bedreigingen ontvangen via de telefoon en ook anderszins. En hoe is dat ontslag precies gegaan? Klopt het dat u bij de president persoonlijk bent langs geweest? Dat klopt. Okay. Ik heb daar een brief overhandigd met daarin mijn ontslag. En wanneer was dat? Dat was zondag. 21 augustus. Ja. En was de president verrast door uw ontslag? En wat zei u bij die gelegenheid? Nou, ik vind niet dat ik voor een staatshoofd mag spreken of hij verrast was of niet. Dat zou mijn mening zijn, hoe ik het heb ervaren, hoe hij gereageerd heeft. Dus
Hij heeft mijn ontslag geaccepteerd. En voor de rest hoe dat gesprek is gegaan, dat is iets tussen mij en de president. En zijn de condities van uw ontslag toen ook besproken? Die stonden in de brief. En die zijn ook keurig netjes duidelijk in de brief verwoord. En kunt u daar de samenleving iets meer van vertellen? Ik heb in de brief heb ik aangegeven dat ik per direct mijn werkzaamheden neer heb gelegd. U had een contract, was er geen opzegtermijn? Er was een opzegtermijn, maar ik heb in de brief ook aangegeven met inachtneming van de opzegtermijn en de nog resterende verlofdagen die ik nog heb, wens ik mijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Als u nu terugblikt, hè, op die periode bij de SLM, wat had u anders moeten doen? Vindt u dat u de SLM en Suriname en de politiek in Suriname een beetje onderschat hebt? Ik heb vooral de politiek in Suriname onderschat. De politiek en de politieke druk, de partijpolitiek, de landspolitiek, dat hoort niet in een bedrijf thuis. Als aandeelhouder moet men zich in mijn mening ook houden aan de taken waar een aandeelhouder zich mee bezig moet houden. Dat is het houden van de aandelen. Maar het actief bemoeien met de bedrijfsgang, dat is niet iets aan de aandeelhouder. Dat is iets aan de directie, gecontroleerd door de RVC. Dus daar heb ik mij erg op verkeken hoe zwaar het politieke klimaat in Suriname is, hoe zwaar de politieke druk kan zijn en hoe zwaar de politieke inmenging kan zijn. Nu zijn de twee politieke partijen die de dienst uitmaken in Suriname op dit moment de VHP en de ABOP. Van welke politieke invloed had u de meeste last? Ik ga geen partijnamen noemen. Beide zijn vertegenwoordigd in het bedrijf. Als u zegt, u hebt die politieke invloed onderschat, vindt u dat u in het begin bij het meelopen met het bedrijf onvoldoende ingewerkt bent in de materie en het feit dat het een parastataal bedrijf is, waarvan we in Suriname al decennia lang weten dat de politiek heel grote invloed daarin heeft? Ja, maar ik zou niet weten wie mij daar had moeten inwerken. En dan had de president mij waarschijnlijk moeten zeggen, hou er rekening mee dat politieke inmenging heel erg zwaar is in Suriname. Het hoort gewoon niet thuis in een bedrijf. Het hoort dat een bedrijfsvoering gezond is. Het hoort dat een directie kan doen wat een directie moet doen en een raad van commissarissen kan doen wat een raad van commissarissen moet doen. Mm-hmm. En ik heb wel eens het idee dat de politiek soms denkt dat de RVC een verlengstuk is van de politiek. En dat zie je ook natuurlijk in de RVC-samenstelling. Die is gewoon keurig netjes langs politieke lijnen. Mm-hmm. En dan breng je dus al als aandeelhouder breng je al de politiek in een bedrijf. En dan krijg je al dat de ene politieke partij een ander belang heeft dan de andere politieke partij. En ik heb het ook in een ander interview heb ik het ook gezegd. Het is de RVC loopt langs politieke lijnen. En de politieke lijnen in de RVC die zijn direct terug te vinden in het bedrijf. Ja, maar had u dat niet kunnen afbakenen dan? Had u niet in feedback met de president kunnen zeggen, luister president, als u dit bedrijf gezond wil maken, dan moet de politieke invloed tot het minimum beperkt worden. U bent daar als crisismanager ingehuurd. Had u nou, die... dat hebben we ook gezegd, dat hebben we niet alleen aan de president, maar ook aan de clusterministers hebben dat ook meermaals aangegeven. En dat is ook in de geherstructureerde luchtvaartmaatschappij, wat ook in het herstelplan is opgenomen. Daar is ook een paragraaf gewijd aan politiek en hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. En zo kun je dat buiten de deur houden, of deels buiten de deur houden, door voor RVC-leden en directieleden profielen op te stellen, code of conduct, corporate governance. En daar kun je allerlei dingen in afspreken. En dat is bij SLM nooit het geval geweest. SLM is gewoon een politiek geleid bedrijf. Ja, maar het is niet meer, niet minder. En dat weet iedereen in Suriname. En iedereen weet dat er politiek betrokken is in het bedrijf. En zolang er politiek betrokken is in het bedrijf, kun je het niet gezond maken. Ja, maar hoe komt het dat u de clusterministers daarvan niet hebt kunnen overtuigen? U had, wat wij zo uit de media begrepen, een vrij goede band met de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Ramdin, die ook aardig wat invloed heeft op de president. Hij heeft ook internationale oriëntatie. Waarom hebt u bijvoorbeeld de minister van Bibis niet kunnen overtuigen van het feit dat de politiek buiten de SLM moet blijven? Want hij is ook een man die gaat voor buitenlandse investeringen en international business. Nou, nu stelt u dat ik hem niet heb kunnen overtuigen. Misschien heb ik hem wel kunnen overtuigen, maar is implementeren een moeilijker stuk geworden. En ik heb niet alleen met minister Ramdin van Bibis heb ik een goede band. Ik heb minister Jubitana heb ik een goede band. Ik heb met de president heb ik een goede band. Met de vicepresident heb ik een goede band. Daar ligt het niet aan. Alleen het zit zo verweven in het bedrijf SLM dat daar politiek in het bedrijf is, onder het personeel, in de RVC, overal is het.
Dat is niet iets dat als je een minister of twee ministers of drie ministers overtuigt, dat het weg is. Ja. Het zit al 59 jaar zit het in het bedrijf. Bijna 60 jaar zit het in het bedrijf en dat haal je niet in een jaar eruit. En dat is ook misschien nog iets waarvan ik denk van achteraf had ik dat anders willen zien. Veel mensen dachten dat ik dat in een week anders zou doen. Maar het bedrijf is al een hele tijd is het bedrijf kapot. En dat maak je niet in een half jaar tot een jaar maak je dat bedrijf weer goed. Daar gaat wel wat langer tijd overheen. En we waren hard op weg. Samen met Xaviera Jesseren hebben we dat herstelplan. Het is een fantastisch plan. Het is rock solid. Als dat nu nog uitgevoerd wordt. En dan staat er binnenkort staat er een fantastische mooie nationale trots. Ja, maar vindt u niet dat het nu ook tijd is dat het herstelplan openbaar gemaakt wordt. Na zoveel dat er over gesproken is? Dat is niet aan mij om dat te vinden. Dat is aan de nieuw aangetreden president, commissaris en de nieuw aangetreden CEO om dat te bepalen. Daar kan ik niks over zeggen. Ja, als u aan als zij het juist vinden om dat nu wel kenbaar te maken om moverende redenen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar wij hebben ons altijd laten leiden dat het beter is om dat plan met zo'n klein mogelijk groepje. En ik denk dat uiteindelijk dat 20, 30 mensen op de hoogte waren van het plan. Het ook gezien hebben en mee ingestemd hebben. En als mijn opvolger denkt dat het anders moet, dan moet hij dat vooral doen. Die zal daar ook over nadenken. Als u nu terugblikt, wat zijn de leermomenten voor u geweest bij de SLM? En wat voor adviezen wilt u geven aan uw opvolger? Ik zou mijn opvolger vooral willen motiveren om in het herstelplan heel stellig vast te houden om de corporate governance, de code of conduct, de politiek buiten de deur te houden, zuiver op koers te blijven, op te letten wat er om je heen gebeurt, lekkages proberen te stoppen, want er lekt gewoon verschrikkelijk veel uit het bedrijf vandaan. Ik zie het ook nu nog gebeuren, om mijn positie heen wordt er ook weer van alles gelekt. En dat is jammer, dat veroorzaakt ruis. Niet alleen bij mij, dan denk ik waarom nou, maar ook bij financiers, bij eigenaren van vliegtuigen, bij suppliers, alles en iedereen die betrokken is bij het gezond maken van het bedrijf, die maken zich gewoon zorgen dat er bepaalde zaken lekken uit het bedrijf. En dat is zand in de motor van het herstel, dat kan gewoon niet, dat moet stoppen. Wat zijn de blunders die u hebt gemaakt als u terugkijkt? Wat had u anders moeten aanpakken? Ja, daar overvalt u mij een beetje mee. Ik heb natuurlijk geen blunders gemaakt. Dingen die anders hadden gekund is nog meer met het personeel in overleg gaan. Maar die afweging is op een gegeven moment gemaakt om heel voorzichtig te zijn met informatie. Omdat werkelijk wel alles lekt. Tijdens een van mijn laatste personeelsoverlegmomenten heeft iemand heeft een open lijn gehad met een journalist. Dat personeelsoverleg was om 16:30 was het afgelopen. Om 16:40 stond er een uitgetypt artikel in de krant. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon shocking dat er gewoon uit het eigen bedrijf, dat er gewoon gelekt wordt. Personeelsoverleg, maar ook gewoon vertrouwelijke documenten, facturen. Dat wordt allemaal gelekt. En ik weet niet waarom mensen dat doen, maar dat is gewoon niet juist. Hoe heeft u het land Suriname en het Surinaamse volk ervaren in die periode dat u daar bij de SLM aan de leiding was? Ik vind het land Suriname, dat zit al langer in mijn hart. Ik vind het een fantastisch land. Ik ben er al lang geleden ben ik er voor het eerst geweest. Ik ben er regelmatig geweest. Het is een fantastisch mooi land met fantastische mensen. Met heerlijk eten. Het is mooi. Het is heerlijk om te wonen. Het moeilijke was wel dat ja, ik begon op een gegeven moment een bekende Surinamer te worden. En als ik in de supermarkt liep of ergens wat ging eten, dan kwamen mensen mij natuurlijk een praatje maken. En ik wilde ook eens een keer een privé momentje hebben. Maar het is een fantastisch land. Het heeft me zeer veel plezier gewoond. Hebt u nog ambitie, meneer De Haan, om ooit eens een keer terug bij de SLM een rol te spelen? Op dit moment heb ik die ambitie nog niet. En ik denk dat het ook wel begrijpt op dit moment. Op dit moment focus ik me vooral op mijn gezin. Denkt u dat uw carrière verder gaat voortzetten in de luchtvaart? Ik weet niet waar ik mijn carrière ga voortzetten. Ik ga eerst een tijdje mijn focus op mijn gezin. En dan ga ik mij beraden over hoe ik mijn carrière ga voortzetten. Hebt u ook een advies richting uw opvolger rondom het beleid van het in dienst nemen van mensen externen, maar ook het klaarstomen van mensen voor posities binnen het bedrijf? Want daar is in de afgelopen maanden ook erg veel ruis over geweest. Wie is er nu allemaal in dienst? Wat zijn de functies die ze allemaal bekleden? Een van de vragen ook bijvoorbeeld die nooit duidelijk beantwoord is door de SLM. Is mevrouw Henna Draaibaar nu nog steeds communicatieadviseur van de SLM? Nee, mevrouw Henna Draaibaar is geen communicatieadviseur van de SLM.
Want dan heeft ze heel kort haar functie vervuld dan. Dan heeft ze heel kort haar functie vervuld inderdaad. Dat is zeer kort geweest. En is dat op haar eigen verzoek dat het, de relatie beëindigd is? Nee, in goed overleg is dat gegaan. Die tips richting het benoemingenbeleid. Wat zou je daar nog over kunnen zeggen? Nou, dat de afdeling HRM, dat daar toch een grote slag gemaakt moet worden. Ik heb onlangs gevraagd, een week of 3-4 geleden, of ik een organogram van het hele bedrijf mocht ontvangen. Dat hadden we niet. Maar dat is toch wel gek als de afdeling HRM dat niet heeft. En zo merk je ook met aannamebeleid, promotiebeleid. Dat is voornamelijk gebaseerd op hoe oud is iemand en hoe lang werkt die persoon bij het bedrijf. Dus er moet gewoon een heel nieuw profiel ontwikkeld worden. Er moet geholpen worden in het bedrijf. En dat was ook onderdeel van het herstel om de afdeling HRM te versterken. En dat houdt niet automatisch in weer externe erbij. Maar misschien wel tijdelijk even iemand die een maand of 2 maanden komt helpen om het bedrijf door te lichten. En de afdeling HRM een duwtje in de rug te geven. En dat is ook meteen de angst die veel mensen hebben. Dat als er een consultant of iemand voor een jaar naar binnen werd gehaald, dan was het weer een duurder consultant. Maar soms heb je kwaliteiten gewoon niet in huis en die moet je niet van elders gaan halen. En dat houdt niet automatisch in dat die persoon voor altijd er blijft. Maar het is wel iemand die gewoon structureel nodig is in het hersteltraject. En als je dat niet in-house hebt, dan moet je dat ergens buiten moet je het gaan zoeken. Vindt u dat u voldoende politieke ondersteuning hebt gehad in Suriname om uw werk te doen? Soms wel, soms niet. Soms wel politieke tegenwind. Soms ook niet. Het is een heel verstikkelde manier van werken geweest met al die politieke invloed. En is nu een interim team beroemd. Er zijn mensen daarin die u vast wel kent. Hebt u er vertrouwen in dat zij elkaar tijdelijk gaan kunnen trekken? Ik heb er het volste vertrouwen in als dat interim team het herstelplan dat er ligt, als ze dat gaan uitvoeren. Ik wens ze daar ook alle succes in en ondersteuning. Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer, ze kunnen mij bereiken, ze kunnen me e-mailen. Als ze daar nog vragen over hebben, hulp bij nodig hebben. En dat is ook wat ik de president heb aangegeven bij mijn ontslag. Dat er een transitieperiode moet zijn. En ja, dat mocht mijn opvolger of opvolgers daar hulp bij nodig hebben, dat ik altijd bereikbaar ben en beschikbaar om daarbij te helpen. Denkt u dat de nieuwe directeur een bijzondere profielschets zou moeten hebben? Hebt u een aantal elementen of kenmerken die hij of zij zeker zou moeten hebben? U bedoelt de huidige directeur? Nee, de nieuwe, de toekomstige. Die profielschets die heb ik zeker. Dat moet iemand zijn met toch wel wereldwijde ervaring, niet politiek gelieerd. En ik zou zelfs willen zeggen Engelssprekend. En Engelssprekend, dat houdt in dat er een complete cultuurslag gemaakt moet worden binnen SLM. En ik denk dat juist verschrikkelijk belangrijk is nu. Wat bedoelt u precies met die cultuurslag die om moet? Wat is het nu en hoe zou het moeten worden? Nou, het moet een open, normale, gezonde bedrijfscultuur worden, waarbij er bedrijfsbelangen voorop staan. En dat kan niet gedaan worden met iemand uit Suriname, denkt u? Die vraag kunt u misschien beter beantwoorden. Denkt u dat het kan met iemand uit Suriname? Iemand vinden die politiek niet gelieerd is, die geen familiebanden heeft, die geen vriendenbanden heeft. Denkt u dat dat kan? Nou, ik weet niet of familie- en vriendenbanden gaat sowieso niet lukken, omdat Suriname een kleine samenleving is. Maar ik denk dat iemand die uit het bedrijfsleven komt en die ruime ervaring heeft, dat die dat wel zou kunnen. Maar goed, dat is een andere discussie. En noemt u eens iemand die naar ruime ervaring heeft uit het bedrijfsleven en ervaring heeft in de luchtvaart? Kunt u iemand noemen in Suriname? Nou, ik weet niet of in Suriname. Nee, in Suriname misschien. U begrijpt dat ik natuurlijk wel. De vijver is heel klein. Ja, nee, maar goed. We hebben ook nog de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Hè? De diaspora in Nederland. Daar zijn er ook wel een aantal mensen. Maar goed, dat is een andere discussie. Even de laatste fase van uw vertrek nu. U hebt het land uit moeten vluchten. Vindt u dat erg dat dat zo heeft moeten gaan? Ja, natuurlijk is dat is verschrikkelijk. Daar hebben wij slapeloze nachten van. Vluchten, dat is. Ik kan het u niet aanraden. Het is een hele vervelende manier van reizen. Het raakt mij nog steeds. Ik vind het heel erg dat ik dat moet doen. Maar ik zag geen andere uitweg. De dreigingen die ik heb ontvangen, die waren van die aard dat ik deze keuze moet maken. Dat is spijtig, maar het was noodzakelijk voor mij.
En zoals ik eerder heb aangegeven als husband en dad, ik moest dat doen om de veiligheid van mijn gezin veilig te stellen. Nou, ik ken de precieze omstandigheden natuurlijk niet, maar had het ook niet gewoon gekund dat DNV u in een kolonne had begeleid naar het vliegtuig en u dan van daaruit gewoon vanuit Sandré vertrok? Misschien was dat een andere optie geweest, maar ik heb voor deze optie gekozen. Er doen geruchten de ronde dat u met auto's van de First Lady vertrokken bent. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Okay. Dit is een eigen missie geweest. Er was niemand van op de hoogte. Ik heb pas een aantal mensen geïnformeerd dat ik dit gedaan heb toen ik in Frans-Guyana was. Tijdens mijn reis naar Frans-Guyana toe was er werkelijk maar niemand op de hoogte dat ik dit heb gedaan. En ook circuleert de geruchten dat u vanuit Papatam de Marowijnrivier bent overgestoken. Ik zag ineens weten waar Papatam is. Ik heb er nog nooit van gehoord. Er was op een gegeven moment een uitreisverbod uitgevaardigd. Is het waar dat uw paspoort nooit in beslag is genomen? Ik heb mijn paspoort is nog nooit in beslag genomen en ik heb het uitreisverbod ook nog nooit gezien. Ik heb het gehoord dat het er geweest is, maar ik heb het nog nooit gezien. Ik heb geen brief ontvangen, geen sms, geen telefoontje, helemaal niets. Dus wat dat betreft, om dat meteen ook met de wereld uit te helpen. En niemand heeft mij gezegd dat ik het land niet mocht verlaten. En dit is de route die ik genomen heb. En ik ben gewoon vrijwillig, ben ik daar de rivier overgestoken naar Frans-Guyana toe. En er was geen uitreisverbod. Mijn paspoort had ik bij me en mijn paspoort heb ik nog steeds bij me. Als u in een slotwoord naar Suriname, de Surinaamse bevolking en de Surinaamse politiek iets zou willen zeggen, dan hebt u nu de gelegenheid. Nou, het is niet alleen naar de Surinaamse bevolking, naar de politiek, maar naar iedereen. En ik wil graag een voorbeeld wil ik daar gebruiken. Ik heb een contract, of ik had een contract met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, NV. Natuurlijk als je werkt krijg je een salaris. En dat salaris dat is voor Surinaamse begrippen erg hoog. Voor internationale standaard is dat aan de lage kant. Ik heb er toch voor gekozen om deze job aan te nemen. Omdat ik Suriname een mooi land vind. Ik gun het de nationale luchtvaartmaatschappij. En ik zag er zeer veel potentie in en ik zie dat nog steeds. En dat hoge salaris, om daar meteen even op terug te komen, daar is destijds door de secretaris van de RVC is gezegd van joh Paul, dat hoge salaris, als we dat nu bij de salarisadministratie uitkeren, dat gaat lekken en daar komen verhalen van, dat moet je niet willen. Dus toen is er voor gekozen, een constructie. Ik heb in Nederland heb ik een persoonlijke BV en dat ik vanuit die persoonlijke BV factureer naar SLM toe. Dus mijn salaris is opgedeeld in een deel in Suriname en een deel in Nederland uitgekeerd. En dat gaat op een factuur en die factuur die wordt gewoon betaald. Die factuur gaat de boekhouding in bij SRM en ook bij mij. En er wordt BTW, belasting, er wordt, ik betaal in Nederland betaal ik daar inkomstenbelasting over, of in ieder geval omzetbelasting. En in Suriname heb ik inkomstenbelasting betaald. En wat er nu gebeurt is dat mensen met halve informatie naar buiten gaan en daar een verhaal van maken. En wat ik dus eigenlijk hoop is dat de mensen in Suriname, de mensen binnen SLM, niet afgaan op halve informatie, maar op hele informatie. En ik snap dat met een herstelplan, waar niet iedereen volledig van op de hoogte is, dat het soms moeilijk is om dat te bevatten. Maar soms moet men zich ook realiseren dat een herstelplan geheim is, geheim blijft.